uw Rijnjournaal van week 5. Mijn naam is Amanda de Leeuw. Vandaag in het journaal onder andere toekomstplan, hoe ziet dat eruit? Ridderorde voor Rob Jacobs, een kijkje in de bibliotheek van het Rea College en we voorspellen natuurlijk weer het weer met onze nieuwe weerman, Werik. Wat is een toekomstplan en hoe maak je er een? Deze en nog meer vragen beantwoorden we in dit nieuwe filmpje. Iedereen kan iets goed of doet iets graag. Helaas is niet iedereen altijd in de gelegenheid om er ook echt werk van te maken. Soms is het verstopt geraakt of ben je het vergeten. Denk je dat het toch niet kan of zorgt je omgeving ervoor dat je niet in beweging komt? Het kan ook zijn dat je gewoonweg niet weet waar je moet beginnen en wie je moet vragen om jou te helpen. Het kan zijn dat je moedeloos bent geraakt. Dan kan het helpen als anderen met je meedenken om het weer te herontdekken. Misschien is dan een toekomstplan maken iets voor jou. Het werkt voor mij omdat het ging eventjes niet alleen om Mariama met beperking en zorgvragen. Het ging voornamelijk om dat ik ook gewoon een leven heb met dromen en toekomstplannen. En dat vond ik heel erg fijn. Voordat ik aan het plan begon, deed ik de AKA-opleiding en ik werkte bij Bliksem. Bliksem is een leerwerkbedrijf. Ik help een beetje in de keuken. Rob is medewerker van het multimediateam. Afgelopen vrijdag kreeg hij een onderscheiding van de Prins van Knotsenburg. Hij kreeg deze plak voor zijn grafische bijdrage aan het Prinsenjournaal. Gefeliciteerd Rob! Lieve narren en narinnen, wij gaan de komende dagen in ieder geval jullie verrassen met een aantal hele mooie, prachtige videojournaals. En die videojournaals die zijn mede mogelijk gemaakt door Plurijn. En we zijn echt heel erg onder de indruk wat je in een paar dagen tijd hebt gerealiseerd. Ook qua animaties, graphics. Dat heeft ons in ieder geval heel erg verrast en verbaasd. En met heel veel trots, met heel veel eer en waardering wil ik jou onze prinsenonderscheiding omhangen. Dankjewel. Dragen met ere. Ja, dat doe ik. De administratieve opleiding van het Rea College werkt met praktijkonderdelen. Een van deze onderdelen is de verkoop van boeken in de boekenshop. Hier verkoopt het Rea tweedehands boeken via internet. Het Plurijn Weekjournaal nam een kijkje. Misschien bij het Rea College en de afdeling administratie en speciaal in de boekenshop. En vraagt u me even, wat houdt er in boekenshop? Ja, binnen de administratieve opleiding hebben we inderdaad praktijkonderdelen. En een van die onderdelen is onze boekenshop. En in de boekenshop krijgen wij verschillende boeken binnen. Bijvoorbeeld van stichtingen, kringloopwinkels, maar ook van vrijwilligers die boeken aan ons willen geven. Vervolgens gaan cursisten deze boeken selecteren. Ze gaan kijken welke boeken we uiteindelijk kunnen gaan verkopen. Mm-hmm. En de boeken die verkocht kunnen worden, worden beoordeeld. En ze worden gearchiveerd, in de kasten gezet. En uiteindelijk proberen we ze te verkopen via internet. Dus via bol.com. Op de afdeling administratief, je hebt een boekenshop, hè? Ja. Wat houdt dat precies in? Nou, we gaan hier kijken welke boeken we kunnen verkopen. En dat proberen we dus te doen. Maar jullie gaan boeken verkopen. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we gaan eerst kijken welke boeken we kunnen verkopen. Of ze nog goed genoeg zijn. Of mensen ze nog willen hebben. Of ze niet al veel te duur verkocht worden. En dan kunnen we ze verkopen. In het Living Lab zijn talloze mooie en interessante producten te vinden en te leen. Margot, welk product heb je deze week voor ons? Welkom bij de Living Lab. Deze keer ga ik jullie wat vertellen over de Muse. De Muse is een heel bijzonder apparaat. Het meet namelijk de activiteit in je hersenen. Eerst moet je een oefening doen waarbij je aan zoveel mogelijk dingen tegelijkertijd moet denken. De Muse meet dan hoe actief je hersenen in die stand zijn. Daarna ga je een ontspanningsoefening van ongeveer 3 minuten doen.
Na die 3 minuten kun je exact op je tablet of op je smartphone zien hoe lang je kalm bent geweest. En daarnaast kan je ook nog vogels verdienen. Hoe meer vogels je hebt verdiend, hoe beter je het hebt gedaan. Binnen de uitleenservice kunnen alle cliënten van Plurijn terecht om de gadgets te lenen die wij in bezit hebben. Je kan de uitleenservice benaderen door naar het bestelplein te gaan of via Plurijnplein. En dan nu de filmrecensie Star Wars: The Force Awakens. Lang, lang geleden, in een land hier ver, ver vandaan, kwam er een science fiction film in de bioscoop. Het was een gigantisch succes en binnen een korte tijd veroverde de film heel de wereld. Fans overal werden helemaal, helemaal wild. Bijna 20 jaar later kwam het vervolg uit op deze trilogie en de verwachtingen waren hoog gespannen. Werden niet helemaal waargemaakt. Dan spoelen we vooruit naar nu, eind 2015. Disney heeft ondertussen Star Wars opgekocht en er komt een 7e deel aan. En de verwachtingen zijn natuurlijk ook weer hoog. Was het een succes? We volgen Rey en Finn, de 2 nieuwe hoofdrolspelers van deze nieuwe Star Wars film. Bijgestaan door een aantal oude rotten uit de eerste trilogie. En ze gaan op een spannend avontuur vol lasers, lichtzwaarden, explosies, spanning en sensatie. Voor mensen die nog nooit van Star Wars hebben gehoord of nog nooit Star Wars hebben gezien, is dit het perfecte moment om in te stappen. De film start een heel nieuw hoofdstuk in het Star Wars universum. En voor de oude fans is er nog genoeg herkenbaar van de originele films om er ook helemaal van te genieten. Al met al, een zeer geslaagde eerste film in de nieuwe Star Wars saga. Deze week bij Plurijn werkt Theehuis Bloesem en Herpen. Een leuke baan vind je bij Plurijn werkt, net als Roel. Hij werkt bij Theehuis Bloesem. Vijf jaar met begonnen van TDA-actie en de back-office. Bij de back-office. Het is een brownies of koken. Ik heb heel lang in de tijd, dus ook de verpakking en de wegen en zielen. Wil jij ook een leuke baan? Kijk voor de vacatures op de eenvoudige website van Plurijn onder het kopje werk en klik op vacatures. Wil jij weten wat er allemaal te doen is? Hier is de agenda. Agenda week 5. Zondag 7 februari. Carnavalsoptocht Nijmegen. Onder leiding van prins Tazio 1 en jeugdprins Tije 1 zal een bonte stoet de stad weer doen kleuren. De optocht start om 2 uur. Meer info vind je op www.knossenburg.nl. Zondag 7 februari. Midwintermarathon Apeldoorn. De Midwintermarathon is het oudste nog bestaande hardloop-evenement van Nederland. Op 7 februari 2016 wordt de 43e editie gelopen. Meer info vind je op www.midwintermarathon.nl. 11 februari. Jeans. 25 jaar jeans, Carlo Groesbeek. Jeans is gevarieerd. Dans, zang, interactie met publiek. Zij brengt de 25e nieuwe show op de planken van de Nederlandse theaters. Meer info vind je op www.stichtingcardo.nl. De blooper van de week. Wie is er nu het haasje? En nou je reactie op Jar Jar Binks. Ik ben
benieuwd wat voor weer hij voorspelt. Kom maar in, Werik. We staan hier vandaag in Parijs bij de Eiffeltoren. Wat? Hallo Eiffeltoren. Zo, wat een harde Eiffeltoren. Dit was het weerbericht van deze week. Tot volgende week. Dit was weer het weer met onze Werik. En ook dit was het weekjournaal van week 5. Tot volgende week. Heb je leuke ideeën, tips of op- en aanmerkingen op het journaal? Stuur dan een mailtje naar weekjournaal@purijn.nl.